Spreek je Nederlands? Klik dan op deze vlag. Tu parles français? Alors clique sur ce drapeau. Do you speak English? Then click on this flag. ¿Hablas español? Entonces, haz un clic en esta bandera. ¿Sprichst du Deutsch? Dann klick auf diese Fahne. Goed zo! Max op de maan. Heb je al buitenaards wezen uitgezocht? Zo ja, klik er dan op om verder te spelen waar je de vorige keer gebleven bent. Speel je voor de eerste keer? Kies dan nu een buitenaards wezen. Goed zo, daar gaan we. Max is op bezoek bij zijn oom Pong, de beroemde uitvinder. Zoals iedere zondagmiddag eten ze koek. Veel koek. Ze praten over Mona, de kleine astronaut. Een paar dagen geleden is Mona naar de maan gevlogen. Om daar de grond te onderzoeken. Hé, ik maak me een beetje zorgen. Mona is nu al een hele week weg en ik heb nog steeds niets van haar gehoord. Een meteoriet? Een steen uit de ruimte? Potverdikkie! Een briefje! Oom Pong, er zit een briefje aan vast! Lieve oom Pong, ik heb je hulp nodig. Hierboven op de maan woont een klein, vreemd mannetje. Het maanmannetje. Hij heeft de contactsleutel van mijn raket gestolen. Hij wil de sleutel pas teruggeven als ik hem 8 maankippen geef. Die moeten hier ergens verstopt zijn. Maar ik heb er nog niet 1 gevonden. Kun je me helpen? Je wanhopige Mona. Oh, die arme Mona. Kom mee, Max. Ik heb ergens nog een oude raket die we samen kunnen opknappen. Kun jij me helpen de onderdelen van de raket op de juiste plek te zetten? Dankjewel. Goed gedaan. Oeps, ik pas er niet meer in. Ik heb vast te veel koek gegeten. Max, weet je wat dat betekent? Dat betekent dat ik alleen moet gaan. Is dat wel zo'n goed idee, Opon? Oh, dat gaat vast wel goed, Max. Wees maar niet bang. Je hoeft alleen maar op de startknop te drukken en daar ga je. Wil je met Max naar de maan vliegen? Ja? Nee? Ja.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wat een verre, verre tocht. Ik wou dat ik vaker mocht. De sterren stralen hel. De raket is razendsnel. 8 kippen op de maan. Het moet wel heel raar gaan. Als wij tweeën die niet vinden. Mona, ik kom eraan. Ik help je zoeken. De maan schijnt helder. Max vindt gemakkelijk zijn weg door de ruimte. De landing verloopt bijna vlekkeloos. Maar Max moet eerst even wennen. Aan de gewichtloosheid hierboven. Hallo, wie ben jij? Ik ben Max. Oompong heeft mij gestuurd. Ik kom je helpen om de 8 maankippen voor het maanmannetje te vinden. Echt waar? Dat is geweldig. De kippen kunnen echt overal verstopt zijn. Hier buiten of zelfs in mijn raket. We zullen in elk hoekje en gaatje moeten zoeken. Rustig maar, kleine raket. Ik kom zo terug. Schelpenzand. De maan bestaat bijna helemaal uit schelpenzand. Had jij dat verwacht, Max? Dat is erg handig voor de maanvogels. Jeetje, het is helemaal niet zo makkelijk om die maankippen te vinden. Maar nu is Max hier en samen onderzoeken we de maan. Dat is leuk! Maar toch, een ietsje pietse heimwee heb ik af en toe wel. Woon jij daar? Ja, het is een huis en een raket tegelijk. Handig, nietwaar? Moet Max het rakethuis binnengaan? Ja? Nee? Ja? Max en Mona gaan het rakethuis binnen. Mona's keuken ruikt naar spaghetti met tomatensaus. En hier woon ik. In huis heb ik de gewichtloosheid afgeschaft, omdat anders alles rond zou zweven. Geweldig! Precies. Ik heb de eerste vogel gevonden. Gaaf! Ik maak een echt astronautendelicatesse voor je, Max. Een klodder brood en een klodder worst. Goed mengen en klaar is onze ruimtesnack. Dank je! Zo werkt mijn spaghetti-machine. Echte astronautenspaghetti gaat eerst door deze buis voordat het op het bord terechtkomt. Met een dikke klodder ketchup natuurlijk.
Wil je met Max door deze deur gaan? Ja? Nee? Ja. In de raketwoonkamer wil Max meteen een gele maanstoel uitproberen. Ja, deze zit lekker. Ja, het is erg knus hier. Geweldig, de tweede vogel. Nu ontbreken er nog maar 6 kippen. Dat is Armstrong. Hij ligt weer eens de hele dag in bed. Wat is dat nou? Hierachter is mijn heimweestation. Als ik heimwee heb, ga ik in deze troostzool zitten. Hier vandaan kan ik altijd precies zien wat er op de aarde gebeurt. Ik zou wel eens willen zien wat Oom Pong nu aan het doen is. Dan moet je op 3 drukken. Oh nee, ik had het kunnen weten. Oom Pong zit alweer koek te eten. Tante Lise zit in bad. Dat is mijn vriend Simon, het kasteelspook. Echt waar? Ken jij een spook? Gaaf! Mijn zusje. Nina, de piraat. Ze is aan het zonnebaden. Oeps, je hebt vast het nummer van het postkantoor gekozen. Daar lijkt het wel op. Dat is Lotta, mijn kleine buurvrouw. Is ze niet ontzettend schattig? Opa Hannes, hij slaapt weer, zoals altijd. Dat zijn mijn ouders. Ze kijken tv. Waar wil je nu verder spelen? Wat zit er achter deze deur? Wil je dat weten? Ja? Nee? Ja. In de badkamer leeft een buitenaards wezen. Ze heet mevrouw Pollock. En ze komt van de planeet Rumpulus. Mevrouw Pollock vindt het heerlijk om te douchen. Max, mag ik je voorstellen? Mevrouw Pollock. Zij heeft de gewichtloosheid nodig en daarom heb ik die hier nog niet afgeschaft.
roeren, 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 roeren. Hallo. Op de planeet Rumpelus zijn geen douches. Ze is nu aan het inhalen wat ze al die jaren gemist heeft. La 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 la, roeren roeren roeren, la 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 la, roeren roeren, la 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 la, roeren roeren, la 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 la, roeren roeren, la 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 la, roeren roeren, la la la. Kijk Max. Een vogel. Ik heb weer een maankip gevonden. Nu ontbreken er nog maar 5 kippen. Wil je terug naar de woonkamer? Ja? Nee? Ja? Moet Max door dit luik gaan? Ja? Nee? Ja? De machinekamer. Hier ontdekt Max wat Mona allemaal maakt van het maanzand. En natuurlijk zoekt hij ook hier naar maankippen. Cool! Nu ontbreken er nog maar 4 kippen. Anti-gewichtloosheidsmachine. Die gebruik ik in de hele raket. Behalve in de badkamer, omdat mevrouw Pollock daar woont en de gewichtloosheid nodig heeft. Mijn chocolademelkmachine. Ik heb hem zelf uitgevonden. Geweldig!
Hier maak ik elektriciteit en zuurstof van maanzand. Praktisch, hè? Druk nu op de gele knop. Een kat met een luipaardvel? Ja, een kat met een luipaardvel. Een muis met een luipaardvel? Druk nu op de gele knop. Een kat met een luipaardvel? Ja, een kat met een luipaardvel. Wil je met Max door deze deur gaan? Ja? 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 Dat is de sterrenwacht. Mona kijkt naar de sterren door een grote telescoop. Met de handige ruimtebuggy maakt ze af en toe kleine ruimtevluchten. Hé, hey, wat een mazzel! Nog maar 3 maankippen te gaan! Mijn wolkentemmer. Hiermee maak ik van gevaarlijke wolken tamme schaapjes. En van die tamme schaapjes maak ik weer ongevaarlijke wolken. Hier worden de vallende sterren geteld, waarbij mensen een wens gedaan hebben. Er zijn vandaag al 1.210.234 wensen gedaan. Dit zijn mijn bodemmonsters. De maan bestaat uit het grootste deel uit schelpenzand. De rest is gemaakt van koekkruimels en het zand dat kinderen buiten de zandbak morsen. Ik kan mijn dorp zien. Daar ligt direct om de hoek. En daar is Opong. Met deze ruimtebuggy kun je kleine ruimtereizen maken. Wil je met Max het Heelal Café bezoeken? Ja? Nee? Ja? Ga zitten en doe je riem om. Als je terug wilt vliegen, druk dan op deze groene knop. Ik tel af. Vijf, vier, drie, twee, één, nul. Zo'n heelalcafé is erg bijzonder. Hier vind je veel vreemde, buitenaardse wezens. En zeer, zeer zeldzame drankjes. Zou hier misschien ook ergens een maankip rondvliegen? Nou, jongen, wat mag het zijn? Mag ik een glas sterrenregensap? Je kunt hier van alles krijgen. Goed gevulde marswolkenworst, hete maansteensoep,
warme slagroomwolkjes en vers geperste sterrenregensap. En die smaakt erg goed. Hoera, gaaf! Weer een maankip. Nog 2 maankippen en we hebben ze allemaal. Alles in orde, kerel. Blablabla. Natuurlijk, man. Blablabla. Klotse klakpassen met de bananen. Blablabla. Hoorde hoor, kerel. Hoorde hoor, kerel. Blablabla. 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 Moet Max terugvliegen naar de sterrenwacht? Ja? Nee? Ja. En? Hoe was het? Geweldig! Het heelalcafé is echt gaaf! Wil je met Max naar de Melkweg vliegen? Ja? Nee? Ja. Ga zitten en doe je riem om. Als je terug wilt vliegen, druk dan op deze groene knop. Ik tel af. Vijf, vier, drie, twee, één, nul. Een weg vol met melkflessen. Precies zo heeft Max zich de melkweg voorgesteld. Tjitje, lalala, tjitje. We hoeven nu nog maar 1 maankip te vinden en dan kunnen we terug naar huis. Goeiedag, tjitji. Dag Magdalena, tjitji. Dag mami, tjitji. Moet Max terugvliegen naar de sterrenwacht? Ja? Nee? Ja? Alles in orde, Max? Ja, alles is oké. Het bevalt me hier prima in de ruimte. Wil je een buitenaards wezen tekenen? Ja? Nee? Ja? Heb je zin om een buitenaardse tekening te maken? Hier kun je kiezen uit het gezicht van een buitenaards wezen, een compleet buitenaards wezen, een ruimteschip of iets heel anders. Sleep de losse onderdelen met ingedrukte muisknop naar de gewenste plek. Doe dit zo vaak als je wilt. Als je een onderdeel aanklikt, kun je het laten ronddraaien. Hier kun je het vergroten en hier verkleinen. Wil je de uitleg van het spel nog een keer horen? Klik dan op het eerste hulpkoffertje. Als je een printer hebt, kun je je tekening afdrukken door op het printersymbool te klikken. Veel plezier!
Vind je je tekening mooi zo? Dan kun je hem nu afdrukken. Klik maar op de knop waar de stempel op staat. Wil je een gezicht tekenen? Klik dan hier. Wil je een compleet buitenaards wezen tekenen? Klik dan hier. Moet Max teruggaan naar de machinekamer? Ja? Nee? Ja. Wil je terug naar de woonkamer? Ja? Nee? Ja. Wil je met Max meegaan naar de keuken? Ja? Nee? Ja. Moet Max weer naar buiten, terug naar de maan gaan? Ja? Nee? Ja. Wil je graag de maantuin zien? Ja? Nee? Ja. De maantuin. Tussen diepe kraters en grazende schapen. Wappert de astronautenwas. Dit is mijn lievelingsspel op de maan. Vallende sterren vangen. Wil je spelen? Ja? Nee? Ja. Ja. Eens kijken hoeveel vallende sterren je kunt vangen. Gaaf! Het vallende sterrenspel. Zo speel je het. Straks komen er 10 vallende sterren uit de lucht vallen. Probeer ze samen met Max te vangen. Hoeveel vang jij er? Wil je het spel makkelijker maken? Klik dan op 1. Wil je het spel moeilijker maken? Klik dan op 2.
9 vallende sterren. Super! Vlag daar neergezet? Nee, waarschijnlijk is er al eens iemand eerder hier geweest. Oh, mag ik even schommelen? Natuurlijk! Joepie! Dit is mijn lievelingsspel op de maan. Vallende sterren vangen. Wil je spelen? Ja? Nee? Nee. Nou, misschien een andere keer dan. Pas op, Max. Hier woont het maanmannetje. Uh-oh, te laat. Mona. Ben jij dat? Heb je eindelijk alle 8 maankippen gevangen? Nee, nog niet. Maar ik heb die 8 maankippen beslist snel gevangen. Mooi. Ik hoop het voor je. Je wilt toch niet altijd op de maan blijven, of wel soms? Bah, wat een gemeen mannetje. Hallo, meneer het maanmannetje. Dit is Max. Ik help Mona bij het zoeken naar de kippen. Het zal niet lang duren voor we ze alle 8 komen brengen. Reken daar maar op. Ho, 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 nog zo'n ukkie. Nou, het zal mij benieuwen. Ho, 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 ho. Wil je terug naar de landingsplaats? Ja? Nee? Ja. Hoera, ik heb alle maankippen gevonden. Laten we nu maar snel naar het maanmannetje gaan. Max en Mona hebben nu alle 8 maankippen gevonden. Dus gaan ze snel naar het maanmannetje. Wat zou hij toch met die kippen doen? Hallo meneer het maanmannetje. We hebben nu alle 8 maankippen gevonden. Wat? Echt waar? Dat is geweldig. Dan kunnen jullie nu mooi een stukje muziek voor me spelen. Muziek? Welke muziek? Komt er nog wat van? Ik wil dat lied horen. Dat hele mooie lied. Jullie weten wel wat ik bedoel. Geen idee. Dit liedje misschien? Precies, dat lied wil ik horen. Gespeeld door de maankippenband.
Hier kun je je eigen gemaakte lied nog een keer beluisteren. Geweldig, wat mooi. Ik zou meezingen. La 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 la. Oh, het is werkelijk prachtig. Dankjewel, mijn engeltje. Hier is je contactsleutel, Mona. Max, je bent een toffe kerel. Dat moet ik toegeven. Vlieg snel maar weer naar huis. Deze kleine kippetjes kunnen nu altijd mijn favoriete liedje spelen. Ik hou zo van muziek. Dag, mijn kleine duifjes. Vlieg voorzichtig. Tot ziens, meneer het maanmannetje. Dag, meneer het maanmannetje. Volgens mij heeft hij een steekje los. Denk je niet, Mona? Ja, volgens mij heb je gelijk, Max. Heeft hij dit allemaal gedaan, zodat die kippen voor hem muziek kunnen maken? Kom, Max, laten we naar huis vliegen. Volg mij maar, ik vlieg wel voorop. Nu hoef ik nooit meer alleen te zijn. Ik ben dol op muziek. En alle maankippen blijven nu bij mij. Voor altijd bij mij. Mona en Max, is alles oké? Oh, alles is in orde. Het maanmannetje is misschien toch wel aardig. Denk je niet? Over. Mona en Max. Ik vind het maanmannetje ook best wel aardig. Misschien was hij gewoon wel erg eenzaam. In ieder geval heeft hij nu kippetjes en muziek. Over. Zullen we hem nog een keer bezoeken? Over. Mona en Max. Jazeker, Max. Zeg, Max, dit was een erg leuk avontuur met jou. Over en uit. Mwah.